Yo mensen, dit is Ons Gaming en het is tijd voor de tweede online race video van Formule 1 2016. Ik hoop dat jullie een klein beetje snappen dat online racen in Formule 1 2016 en de carrière, zeg maar, dat het echt twee werelden van verschil zijn. Want online, ja, je wordt echt continu overal gebeukt en ook al rij je de perfecte lijn, dan is er nog wel iemand die jou eraf wil beuken. En dat is dus gewoon niet te vergelijken met gewone carrière video's en races. Maar goed, we gaan in deze video op de Red Bull ring rijden, net zoals de echte mannen dit weekend in Formule 1. En in de vorige video hebben jullie allemaal kunnen stemmen wie dachten jullie dat we zo gaan winnen. En ja, Max Verstappen gaat winnen volgens jullie, dus ik ben benieuwd. Hamilton die stond op de tweede plek. En Lewis Hamilton heeft trouwens alweer 5 plekken straf te pakken omdat hij zijn versnellingsbak gewisseld moest hebben. Dus dat zal lastig worden voor Hamilton. Natuurlijk, deze video vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben. En je kan onze game natuurlijk volgen op Instagram. En ik zou alvast even waarschuwen. Sorry voor mijn gelach tijdens deze video. Ik kon het gewoon niet laten. Soms dan moet het gewoon eventjes. In ieder geval, laten we gewoon kijken naar deze video van Formule 1 2016 online. Ja, die eerste ronde, die vind ik wel het mooiste. Dan gebeurt er van alles. Ja, het gaat echt helemaal loki kakoki dan, hè. Zo. Ik heb wel een goede startpositie weer, ik ben gewoon weer derde. Ja, maar ja, als ik kijk een beetje naar het niveau, hè, dan. Leg ik zo laatste. Het is wel een verdomd volle lobby dit weer, hè. Daar gaan we dadelijk weer. Ja. En Gasly doet ook nog steeds mee, gelukkig. Oh, maar die vallen toch uit. Ja. Nou, kijken wie die nou als eerste start. Och, iedereen doet goed. Degelijke start. Dat zou mooi zijn als iedereen gewoon zo sterft. Jij hebt geluk, jongen. Yo! Och, daar gaat er nog heen. Waar lig jij? In de grimbak. Oh, nee! Oh, dat crash, alles. Man. Ik zag dat echt. Het is maar goed dat die damage opstaat, anders had je nou gewoon. Ja, had geen wiel meer opgezeten. Ja, dat was echt niet eerlijk. Dat is verkeerd gebeurd. Ja, dat is niet best. Ik leg wel 4 inmiddels alweer. Ja, ik denk niet. Oh. Een half minuut op de kop gereden. Zo'n weermaatje. Echt, hè? Och, ben ik gevecht met Toros, hoor, dat weet je dan. Dat is een beetje het goedkope B-merk van Red Bull, hè? Ja, dat is bijna van het huismerk Energy. Ja. En weet ook weer, Energy Power was dat ook uit je weer? Och nee, ik kom terug de baan op, krijg een tik van een Williams. Och, dramatisch seizoen hier voor Red Bull. Ja. Nou, daar rijden we weer, Stef. Oh, ja, dat was ik. Ja, dat was niet zo slim voor mij, maar ja. Oh. Wat was jij aan het doen dan? Was je de bocht aan het zoeken? Och. Ik heb onder geel ingehaald. Ik moet de plek teruggeven aan iemand. Ik heb onder geel ingehaald. Ik ga die plek echt niet teruggeven, hè. Vind ik hem maar op. Ik krijg dan eens drive-thru penalty zeker of zo. Och, 3 seconden penalty. Och, ik heb een 3 seconden penalty gekregen omdat ik onder geel ingehaald heb. Maar ja, het is continu geel als ik bij jullie rijd. Ja, kun je net zo niet inhalen. Ja, wil ik iets aan doen. Ik rijd er gewoon voorbij en dan geeft hij aan van, ja... Het is goed. Ja, hè? Nou, dan moet ik gewoon even proberen om 3 seconden los te komen. Ja, Oostenrijk, hè? Oh. Haha. Ah, als we nou zo de finishen, dan word ik 10. Dan heb ik in ieder geval een punt. Staat er een no-mid op de baan?
Hij is doorzichtig. Die de neus ook altijd, hè? Altijd die de neus weer. Drie dingen hier door de bocht. Ja, kan alleen maar goed gaan. Oh, 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 nee, ik speel er gewoon, nou, ik maak echt een dood, jezus, hé. Och, hier wordt weer een afgebeurd. Ik ging er gewoon af, ik. Ik zat gewoon, ik was een beetje gras op maaien, probeer een beetje terug te komen en ik spin er gewoon half af. Maar het voordeel van deze baan is wel dat het snel voorbij is. Het is een kort baantje. Ja, hier de JBL, die beukt er weer vanaf hier. Dat is niet best wat die man doet. Ach, word ik weer. Oh, net. Ja, 2-3 seconden penalty heb ik en dan word ik misschien nog net tiende, als het goed is. Ja, ik heb ook penalty gekregen net ergens voor. Ik weet nog ook niet wat. Het is maar goed dat je de penalties die je krijgt, dat je ze niet moet nemen en zou je ze allemaal missen. Dat is bij FIFA. Kom op. Het is niet best, hè. We hadden net eigenlijk wel even... Toen we bij Manor deden, ging het beter. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, die Red Bull. Het ligt gewoon aan die Red Bull, hè. Ik bedoel, met die Manor ben ik net gewoon één keer eerste geworden, tweede, ja. Oh, nu heb ik hele vieze banden en ik heb helemaal niks. Stef, ik had veel van deze dag verwacht, maar ik had niet verwacht dat ik af zou sluiten vandaag met jou Formule 1 te doen. Nee, ja, ik ook niet. Ongelooflijk. Ja, wel gewacht. Dat zeker. Die sopen kan me in ieder geval niet bijhouden, dat is een beetje jammer. Dan verlies ik gewoon een plek dadelijk omdat ik gewoon die straf heb. Man, met de kat heel snel weg. Och, 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 prutst hier weer. Oh, is er iemand afgegaan? Ja, ja. Eigenlijk Grunt heeft weer gewonnen, hoor. Ja, die heeft er wel zin in. Nou, het zal net geen 3 seconden ocht, nee. Ja, ik word toch 9e. Nou, 10e, nee. Nee, 10e omdat die Sauber net sneller. Jammer. Even kijken, waar ben jij ergens? Kunnen we met jou meekijken? Ja, ik rijd nu over de start. Och, dat is die. Jammer. Nou, ik heb toch nog een puntje weten te pakken. Nou, en bovenaan rijden ze gewoon 1-8-3, hè? Ik had 100 tijd. Knap. Ah, oh, jij 1.15. 1.15. En 1 keer 2 seconden penalty. Ja, ja, ja. Ik weet niet waarvoor, maar... Het gaat toch niet zo goed met dat boel, hè? We zakken steeds geleidelijk een beetje verder af, zeg maar. Verder omlaag, ja. De leaderboard is voor mij nog een beetje glits, maar ik zie dat we nog hier al vijfde staan.